Dan iets heel anders. De volgende zaak is een gewapende overval. Die is al maanden in onderzoek en nog altijd niet opgelost. En dat terwijl de dader die zo in beeld komt eigenlijk best een apart type is. Aan de Holle Bilt in De Bilt staat een Van der Valk hotel. In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 november vorig jaar levert iemand op een scooter deze man af. Hij wil graag door de draaideur, maar het is al iets na 2 uur 's nachts, dus die is afgesloten. Normaal zit ook de andere deur ernaast dan al op slot, maar de man heeft geluk. Door een laat feest dat nog wordt opgeruimd, is die open. Bij binnenkomst zie je eigenlijk al meteen wat hij rechts vasthoudt, een wapen. Ik wil alles uit de kassa, zegt hij hier tegen de nachtportier. Die wordt gedwongen al het briefgeld uit de kassa in een Albert Heijn-tas te stoppen. Veel is het niet. De portier denkt in eerste instantie dat het een grap is. De man draagt een fel geel-groen trainingsjack, doet en praat nogal lomp en zijn pistool ziet er ook nogal nep uit. Terwijl hij naar buiten stampt is dan ook nog te zien dat hij een behoorlijk hoogwaterbroek draagt. Waarschijnlijk loopt hij hier naar zijn handlanger op de scooter, maar beide komen daarna niet meer in beeld daar in De Bilt. Ja, nu zouden we natuurlijk heel makkelijk een grap over een draaideur crimineel kunnen maken. Maar dat doen we niet, want het is al erg genoeg dat deze man met een wapen staat te zwaaien. Het slachtoffer vond het dus een vrij apart figuur. Zo met die fel geel-groene kleding. Hij had dus een soort duikbril op. En slachtoffer schatte de man, die had over de lichte maar wel wat grauwige huidskleur heeft. En die sprak met een stadsaccent, boven de 50 jaar. En hij was nogal gezet. Enig idee wie deze overvaller kan zijn geweest daar in De Bilt. Bel 0800 60 70 dus. Gratis nummer van de tiplijn.